Wat we hebben onderzocht is van hoe gezond sport nou is voor kinderen met een chronische ziekte of beperking. En daar is eigenlijk niet zoveel over bekend. We weten wel veel van gezonde kinderen. Maar voor kinderen met een ziekte of beperking is eigenlijk nooit onderzocht hoe gezond sport nou voor hen is. Er waren al een aantal mensen die zeiden van tevoren, jullie gaan onderzoeken wat wij al weten. Maar het is toch heel belangrijk dat we dat vast hebben gelegd. En wat we zien in die ene onderzoek, als kinderen gaan trainen, zien we ook dat ze op een aantal maten echt aanzienlijk beter gaan presteren. Het ziet er helemaal mooi uit, Alice. Nou, als ik de resultaten mag samenvatten, denk ik sporten moet en 2 keer in de week. Sporten is gezond op meerdere vlakken. We zien dat kinderen een betere conditie hebben. Ze zijn fysiek fitter, ze zijn actiever in het dagelijks leven. Ze waarderen hun leven beter. Ze hebben meer zelfvertrouwen. En ze hebben uiteindelijk ook een betere conditie van de hart en van de vaten. Wat uiteindelijk op latere leeftijd voordeel kan hebben. Hoe we dat hebben gedaan is dat we een groep sportende kinderen hebben vergeleken met een groep niet sportende kinderen. En in beide groepen zaten 75 kinderen gemiddeld. En we hebben daarbij gekeken op verschillende uitkomstparameters. Zoals hoe actief zijn die kinderen in het dagelijks leven. Maar ook hoe fit ze zijn, dus wat is hun conditie. We hebben verder ook gekeken naar hoe gevoelig deze kinderen ook zijn voor het krijgen van een blessure. En daarnaast hebben we ook gekeken naar de psychosociale gezondheid. Om te kijken wat hun concentratie is, maar ook wat hun aandacht is op bepaalde taken. Wat we ook onderzocht hebben is de lichaamssamenstelling van deze kinderen. We hebben gekeken wat hun vetmassa is, maar ook wat hun spiermassa is. Wat we zien is dat het binnen de zorg heel erg goed gaat, maar binnen aangepast sport, vooral in de maatschappij, dat daar nog een heel grote slag is te slaan. Omdat maar 27% van deze kinderen bij een sportvereniging sport 1 keer per week. Deze groep kinderen sport nog niet in de maatschappij omdat dat er heel veel barrières zijn om naar een gewone sportvereniging te gaan. Het kan te ver rijden zijn. Sommige kinderen worden niet geaccepteerd binnen een sportvereniging. De trainers weten soms niet hoe ze deze kinderen moeten trainen of begeleiden. Ik denk dat de trainers daarin geschoold kunnen worden om de kinderen wel binnen sportverenigingen aan de slag te kunnen krijgen. Qua faciliteiten moet er ook nodig gedaan worden, want niet alle sportverenigingen zijn toegankelijk voor deze doelgroep. Daarnaast is er denk ik ook een belangrijke taak weggelegd bij, bij de kinderartsen, de revalidatieartsen, dat zij toch het belang van bewegen wat meer aanstippen in de spreekkamer van het kind. Als er niet naar gevraagd wordt, hoe actief ben jij in het dagelijks leven, omdat dat eigenlijk gezond voor je is, dan word je er ook niet in gestimuleerd om daarmee bezig te zijn. We hebben kinderen gehad, die wilden 16-jarige jongens en meiden, die wilden fitnessen en die kwamen bij de fitness. En de sportschool wordt gezegd, ja, maar jou willen we zo hier niet hebben. Je moet met je vader of je moeder komen. Nou, als je 16 bent, is naar de sportschool gaan met je moeder niet echt heel cool. Dus ja, weet je, dan stoppen die kinderen. En dat is heel erg jammer. Nou, ik heb cerebrale parese. En dat betekent eigenlijk, voor mijn geboorte heb ik 4 herseninfarcten gehad. Waardoor mijn rechterkant spastisch is. Mijn hersenen sturen zeg maar mijn lijf niet goed aan. Ik ben een stuk sterker dan dat ik vroeger was. Vroeger kon ik niet hinkelen, zat ik zelfs nog voor de lange afstand in een rolstoel. Mijn rechterbeen en mijn rechterhand zijn dus onderontwikkeld, dus ik moet eigenlijk voornamelijk de kracht uit mijn linkerbeen halen. Die is dus behoorlijk sterk. En mijn racefiets is aangepast. Ik kan bijvoorbeeld ook niet met mijn rechterhand remmen, dus dat is allemaal op links overgezet. Door het sport heb ik meer zelfvertrouwen gekregen, omdat ik dan weet wat ik kan. En als ik dan voorbij rijd en dan mensen in het dorp ineens omkijken, of dat ik bijvoorbeeld Alpe d'Huez 3 keer doe, terwijl mijn benen totaal niet goed zijn, maar ik doe het wel. En dat maakt mij heel trots op mezelf. En dat maakt, ja, maakt dat ik een stukje meer van mezelf hou en wat zekerder in het leven sta. Sport is gezond voor jongeren met een beperking of met een chronische ziekte. Er zijn echter nog veel obstakels om het sporten mogelijk te kunnen maken voor deze speciale groep jongeren. Trainers, sportdocenten, gymleraren moeten worden opgeleid om deze groep goed te kunnen begeleiden en te stimuleren om te gaan sporten.